Ja, ik was op de Freewinds. Ja, daar ga ik altijd. Dat ik geschrokken ben, dat ik bang was dat ik het kreeg, nee. Het is jammer dat het zo is geweest, maar die dingen gebeuren. En we moeten er wel aan doen natuurlijk, dat het dat niet uitspreidt over Curaçao en over de hele wereld. Ja, ze hebben me eigenlijk gebeld. Ze hebben me gebeld om contact op te nemen met GGD. En toen heb ik dat ook gedaan. Ja, dan hebben ze me een aantal vragen gevraagd. En ik heb het beantwoord en ik heb ze gezegd dat ik het al heb gehad. Dus het, eigenlijk is het geen reden voor mij om paniek te worden. Maar ik heb mijn tante en mijn twee vriendinnen ook gewaarschuwd. Ja, tranen in de ogen, het neus en allerlei dingen. En ik hoef niet jeuk en al die. Maar ja, dat was voor mij natuurlijk niet, want ik kon het niet meer krijgen. Ja, ik zit in de verpleging, dus ik weet het allemaal. Ik heb in zoveel ziekenhuizen in Holland gewerkt en op Curaçao. En zelfs waar kindertjes was in Amsterdam. Dus ik weet er allemaal van. U gaat zo weer aan boord van de Freewinds? Ja, zeker weten, want dat doe ik al jaren. En wat doet u daar dan? Ja, dat zijn de concerten. En dat is ontzettend gezellig.